van Arnoud van Leuven kwam het land van Breda aan zijn twee neven en viel het uiteen in de heerlijkheden van Breda en van Bergen op Zoom. Een deel ervan, waaronder Gastel, bleef onverdeeld en heeft een tijd lang twee heren gehad. Die onverdeeldheid had haar nadelen, maar ook wel voordelen, zodat er voor de inwoners alle reden was om het voor en tegen eens duchtig te bespreken. In Hoeve en Oudenbosch, die oorspronkelijk tot Gastel behoorden, woonden in het begin van de 14e eeuw al zoveel mensen dat er parochies werden gesticht. De pastoor van Gastel doet noden afstand van dit gebied. Later zijn Hoeve en Oudenbosch ook aparte gemeenten geworden. In 1533 werd de heer van Bergen op Zoom tot markies verheven. De schout en schepenen feliciteren hem met deze promotie. Sindsdien is altijd heel trots in de archieven geschreven dat Gastel behoort tot het oostkwartier van het markiezaat van Bergen op Zoom. Na de afscheiding van Hoeve en Oudenbosch was Gastel veel kleiner geworden. In 1550 ondernam Jan de Vierde van Glimmis de inpoldering van Nieuw Gastel, dat naar hem, heer Jansland, werd genoemd. Met één slag werd het grondgebied van de gemeente verdubbeld. Er is in 1583 geheel overstroomd en verwoest. De bewoners vluchten weg. De dijken en sluizen konden pas in 1594 worden hersteld. Hier worden de oude ambachten van het dorp uitgebeeld. De koster steekt de kaarsen aan in de kerk en noemt dat akkefietje ook nog werk. Sluiting in het blok op de markt.
toeziend oog van regisseur Vromans gaat de optocht aan hen voorbij. De oude brandweer doet haar werk zo spectaculair dat hier geen verdere uitleg bij nodig is. Als de legers in 1793 een eerste maal ons land binnenvielen, plantten zij een vrijheidsboom, die kort daarna door de Hollandse soldaten werd omgehakt. De tweede, onze feestboom, is in 1795 geplant. Deze groep geeft een beeld van de armoedige omstandigheden in de vorige eeuw. Veel gezinnen verkeerden toen in moeilijkheden. In Klepperbouw roept om dat het arme bestuur soep laat uitdelen. Het is nog niet zo lang geleden dat men de schaars liep en de zandman regelmatig tegenkwam. De veldwachter handhaaft het orde met een vervaarlijke snor. Zusters in de gemeente kwamen, konden de meisjes naar een bijzondere school. De zusters hebben de vrouwelijke jeugd zeer aan zich verplicht. Bovendien het pijl van het onderwijs hoog opgevoerd. Techniek kondigt zich omstreeks 1900 aan met de eerste auto's en de omnibus. Met de Belgische vluchtelingen uit 1914 krijgt onze 20e eeuw een nare bijsmaak. Met alle waardering voor de technische en de maatschappelijke vooruitgang kan men haar toch de eeuw van de wereldoorlogen noemen. Het leed uit 1914 was groot, toch slechts een voorproef van wat daarna gebeurde.
Met opzet is dit laatste in onze feestelijke optocht achterwege gelaten. Het ligt de meesten van ons nog zo sterk in het geheugen dat zij het niet vergeten kunnen. De optocht sluit met het refrein van het feestlied. Wij vieren nu de 700 jaren dat Kostel reeds op deze plek bestaat. Voor de artiestenparade. Oktober opent de show. Tussen de bedrijven door wordt gecollecteerd voor het Dr. Schreuderfonds. De feestvierende gemeente wil een jubileumgift bijeenbrengen voor Piet Schreuder, die als arts in Tanzania werkt. Knoops heeft wat Limburgse humor meegebracht. Goedenavond, dames en heren. Ik moet zeggen dat ik bijzonder verheugd ben vanavond hier in dit zeer selecte gezelschap te zijn. En ik heb al gezien, er zijn kosten of moeite gespaard hier vandaag om er een geweldig feest van gemaakt. Het is trouwens al geweest vandaag. Vanmiddag waren er duizenden mensen. Ik heb na afloop nog met de burgemeester even rondgereden. Ik zie hem daarachter zitten, de burgemeester. Hartelijk welkom. De heer zegt met u. Maar ik vind het juist zo bijzonder leuk, want dan zegt de burgemeester, nou zie je ook eens, zegt hij, wat oude Nieuw-Gastel groot is. Je moet minstens 3 dagen rijden met een auto, dan ben je nog niet overal geweest. Ja, zulke auto heb ik ook eens een keer gehad. Bloemen voor de heer Hofland en echtgenoten. Maar jij ziet hem niet. Ik hoor wat jij niet hoort. Het is een stem in mijn hart en die zingt maar voor. Ik weet wat jij niet weet. Dat ik jou heel mijn leven lang nooit vergeet. Maar één ding is toch waar. Al verschillen wij van elkaar. En doe je nog zo. En als de voorstelling afgelopen is en wij moeders van het zitten, is een dansje de beste afwisseling. Op vrijdag 9 mei in grote Stuyvesant voor de schooljeugd onder leiding van presentator Jan Mol. Burgemeester hoort Gastels feestlied aan. Dat begeleid wordt door secretaris Omen.
meest van Sprundel achter het elektrisch orgel. Gegeven, waarin onder andere optraden Paul Martens als conferencier en Yvonne de Nijs. Vanmiddag wordt extra het zonnetje gezet. Hier treedt de Rijkspolitiekapel op. Succes dat ze mij net hier gehaald hebben.